Het schijnt dat men zich niet druk maakt met marijuana, voorzitter. Of denkt men nog altijd, of beschouwt men marijuana nog altijd als oorlogsgebied? Want er wordt haast niks gedaan voor marijuana. Wanneer andere districten wat krijgen, is marijuana de laatste op de lijst die aan bod komt, voorzitter. En dat ben ik... Voorzitter, ik ben het helemaal niet eens met de regering wanneer zij marijuana niet genoeg ondersteunen. We hebben de vicepresident die uit marijuana is. We hebben de voorzitter van DNA uit marijuana. Ik heb mijn lieve zus Jordan ook uit marijuana. Ik ben van marijuana. Meneer Afian Koy, u heeft uw roots ook uit marijuana. Hoe kan het dat marijuana zo stiefmoederlijk wordt behandeld? Voorzitter, ik vraag extra aandacht hoor, voorzitter. Het ministerie van Jusbal en Onderwijs, een aantal collega's hebben reeds gepleegd. De vicepresident wil inkomen. Vicepresident heeft het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, ik kan niet wachten totdat de achterspreker helemaal zijn beleid door heeft gehouden. Wanneer hier gesteld wordt dat marijuana stiefmoedelijk wordt behandeld, dan zeg ik dat het niet klopt. Als je kijkt, vanaf aantreden van deze regering hebben we vanaf Stalkerseifel helemaal tot Perica is er elektriciteit geplaatst. Vanaf Mungo tot en met Albina is er elektriciteit geplaatst. Er is zelf een heel grote campus gebouwd voor marijuana waar al die kinderen kunnen gaan. Terwijl de vorige regering om bord had geslagen, kijk maar in het bos, helemaal alles in het bos op. Maar de voorzitter, ik wil alleen maar hier stressen dat men de gemeenschap niet moest misleiden. Daarom kan ik niet lang wachten om te zeggen dat het niet waar is. De regering doet zijn best, we hebben heel veel gedaan voor maken. Als je kijkt naar waterleiding, we hebben vanaf Mungo tot Albina, kunnen de mensen langs de weg schoon drinkwater hebben. Wat moet de regering nog doen? We zijn nog niet waar we wezen moeten, maar het kan niet zo zijn dat de regering marijuana ons stiefmoedig... Terwijl ik ben van marijuana. Hoe zou dat kunnen? Kijk maar naar de weg naar Rikanaume voor. Is helemaal geasfalteerd. We kijken vanaf Mungo tot Ofia-Olo. Is er elektriciteit? Er is waterleiding geplaatst. Ik weet niet wat we nog moeten doen in marijuana. Natuurlijk zijn er kleinere dingen die we nog moeten regelen, maar de basisdingen die geregeld moeten zijn, zijn in place. Dank u wel. Punt van orde, wordt het ondersteund? Meneer Parmisser. Voorzitter, ik denk dat de vicepresident zich beter moet laten informeren. Al die projecten die hij genomen heeft, misschien eentje minder, komen van de vorige regering. Leden mag het lid de ruimte. Voorzitter, iets aan. Ja. U weet dat ik minister van OW ben geweest, directeur van EBS en noem maar op. Al die projecten, wanneer zijn ze ingediend? Want de implementatie neemt wat tijd in beslag. De hele elektriciteit is bij EBS opgezet. Met de hulp van de Fransen. De Fransen hebben dat gefinancierd. Verder, voorzitter, kijkt u zelf de school. Het schoolgebouw daar. We hebben geld van Para genomen om daar te zetten. En wie had het ingediend? Voorzitter, ik begrijp niet dat geschreeuw van de andere kant.
De waarheid moet gezegd worden, voorzitter. Navisti prodo voor jou, VP. Dat navisti prodo. Want wij hadden al die projecten. Komt u met nieuwe projecten. Komt u met nieuwe projecten. Door u zelf bedacht en gefinancierd. Komt u daarmee met de lijst.